Mijn naam is Dini Bezems. Ik heb hier vandaag bij Setup geëxperimenteerd met de 3D-pen. En ik heb al een 3D-pen, dus ik wist dat je dan mooie open structuren kon maken. Maar die wilde ik juist niet hebben, dus ik heb dichte structuren gemaakt. Ik ben als het ware als een slagroomspuit die stukken gaan maken, waardoor je een heel mooi onregelmatig patroon krijgt. En ook als een soort begin van een soort basket. Maar zo samen is het net een armband met een horloge. En we hebben nog een experiment gedaan met het schuimrubber. Want ik denk van ja, je kan wel zo uit de hand allemaal gaan lopen rommelen of met een tekening. Maar ik denk als je nou een extra materiaal gebruikt ter ondersteuning, dan kan dat ook ter experiment leuke resultaten opleveren. Dus ik kwam dit tegen. En als je hier nou inspuit met je pen en dan naar het volgende gaatje gaat inspuiten, dan krijg je dus dit. En dan kan je dus, en dit is buigzaam, dus stel dat je buigt dit, dan kan je dus gelijk rondom structuren weer bouwen, hoewel ze enigszins open zijn, maar met een stokjespatroon aan de binnenkant of aan de buitenkant. Tijmen heeft daar al een leuke armband van gemaakt. En dit is wat we in mijn vakgebied noemen baking cookies. Dat is gewoon met de rommel wat je hebt, dan maak je sieraad. Dus dit is een cookie. Dus hier alle experimenten heb ik hierin verwerkt. En dit is door Tijmen gemaakt. Heel experimenteel. En dit zijn mijn reststukjes, heb ik een mooi sieraad van gemaakt. Dus als je het om zou doen. En ook, we hebben ook een experiment gedaan om hoe je dingen zou kunnen laten schakelen. Dat je een flexibel ding hebt. Dan durf ik dat niet zo goed te laten zien, maar ik ga het toch proberen. Dus dat die ook beweegbaar is en schakelt. Daar zou ik nog een avondje aan moeten werken, maar het kan dus wel. Oh, kijk, dat bedoel ik. Nou, het ziet er leuk uit, hè? Zo. En deze ga ik verder ontwikkelen, zeg maar. Deze, door dit als onderdeel te gebruiken van een aantal sjaals die ik eerder heb gemaakt. Dat ze hier verder gaan met kraaltjes, dat het helemaal flexibel wordt. En een stijve onderkant krijgt, dat je het om kan hangen. Dus ik weet niet of je mij in beeld hebt. Maar dan wordt dit zo in beeld. Nou, dan wil ik eindigen met de i. Dat ziet er ook nog mee uit, toch?